Goedenavond, beste kijkers, bij een nieuwe uitzending van Horen, Zien en Meepraten. We hebben deze keer vol aandacht voor de Bieneke Bolders. We hebben een aantal kanonnen hier in de studio zitten. Maar voordat we daaraan beginnen, willen we u eventjes bijbrengen over wat er allemaal gebeurd is. En daarvoor heeft collega Corné Schoenmaker de volgende impressie even voor u klaargezet. Het was er druk op de raadsontmoetingsavond vorige week donderdag. Die ging over de toekomst van het gebouw van de Bieneke Bolders. Of zo u wil, van de voormalige Bossicht of de voorvoormalige Sint-Jozefschool. Allereerst is er een stukje presentatie namens de gemeente. Vandaag is het college met een discussienotitie gekomen met drie scenario's. En wat ik daarbij heel belangrijk vind om te vermelden, is dat binnen elk scenario een afweging gemaakt is binnen woningbouw. Dus past het in het woningprogramma en de woningbehoeften. Stedenbouw. Hoe past het plaatje in de omgeving? En financieel, wat doet dit met de gemeentefinanciën? En wat houden die drie scenario's nu in? Scenario 1 betekent sloop van het gebouw en het bouwen van 10 grondgebonden koopwoningen, waarvan 7 voor starters, dat wil zeggen met een koopprijs van €185.000. Scenario 2 betekent ook sloop van het gebouw, maar dan het bouwen van slechts 6 koopwoningen en dan allemaal in het duurdere segment. Scenario 3 is het enige scenario waarbij het gebouw overeind blijft. Invulling van het gebouw door woningen, bijvoorbeeld door 1 of 2 persoonshuishoudens, in combinatie met een ondergeschikte nevenfunctie. Dit scenario is verder niet uitgewerkt. De bij dit scenario gepubliceerde schets is gewoon de huidige situatie. Scenario 3 is wel een scenario waar in 2018 en 2019 door onze gemeente en een aantal belangstellenden over is nagedacht. Er zijn verschillen van mening waarom geen van deze gedachten tot een uitwerking kon komen. Maar moeten we nu al beslissen? Henny van Schoten vindt van niet. Het is namelijk zo, die stap terug is dat er vorig jaar, op 11 april 2019, is er door, unaniem door de Raad besloten dat een aantal initiatiefnemers zouden komen tot een visie op een gebiedsontwikkeling voor Kessel-Oost. En in dat gebied staat de school en de school is eigenlijk het centrum van dat hele gebied. In feite dus een vierde mogelijkheid, de tijdelijke bewoning laten voortduren totdat er een visie is voor het gehele gebied. Het interessante is namelijk dat het gebied naast het medisch centrum, daar is ook onlangs pas weer een nieuw principeverzoek voor gedaan. Dat ligt nog open, ook rondom de pastorie, ligt nog open in principe. Dus het is heel interessant om nu de pilot aan te gaan. Overigens geldt dat als het huidige gebouw behouden blijft, er dan wel voldaan moet worden aan een aantal eisen, waaronder dat het hele terrein van het aardgasnet wordt afgesloten. Zolang de gemeente stelselmatig vast blijft houden bij het absurde beleid om gasloos te gaan, gaat dat economisch nooit lukken. Alle drie de scenario's hebben hun eigen financiële voor- en nadelen. De gemeente stelt dat men het terrein zelf niet nodig heeft en wil dus verkopen. En wat brengt dat dan voor de gemeente op? Dit zijn de schattingen die in de discussienotitie zijn gepubliceerd. Verder werd er gediscussieerd over de woningbehoeften in Moergestel. Als je weet dat er 1400 senioren wonen in Moergestel, 1465-plussers, dat er de komende jaren nog steeds meer bij komen. Ik heb dat project zelf gebouwd en die 24 startswoningen die waren binnen een dag verkocht. En die 4 seniorenwoningen hebben de laatste 2 van moeten verhuren omdat we er niet vanaf kwamen. Wij willen toch een lans breken voor de starters en voor de jongeren. Omdat we de afgelopen jaren, in tegenspraak met de heer Bruus zegt, niks voor betaald. Dan heb ik het echt over betaalbare huur en betaalbare koop. Het laatste woord is over de toekomst van het gebouw, het hele terrein en de gehele omgeving nog lang niet gezegd. Nou, na dit prachtige stuk van Corné hebben we natuurlijk ook graag onze gasten aan tafel met hun verhaal. Maar we beginnen eigenlijk met in plaats van 3 uurtjes vooraf, 1 minuutje vooraf. En dat minuutje dat gebruiken onze gasten om even zichzelf voor te stellen. En tegelijkertijd ook even aan te geven wat hun intentie was waarmee zij afgelopen donderdag naar de raad zijn gegaan. Ik ben Henk van den Bijgaard, voorzitter van de seniorenvereniging in Moergestel. Ik ben uitgenodigd... Trouwens, ik heb mezelf uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst over de discussienota Bieneke Bolders. En ik was zeer gemotiveerd omdat ik eigenlijk vooraf me verwonderde en bijna verbolgen was over het feit dat binnen de scenario's, de 3 scenario's, totaal niets werd vermeld over seniorenbouw. Laat staan, het woord senioren werd niet eens genoemd. Nou, dat was voor ons en als SVM en met name als voorzitter van de seniorenvereniging
acuut de motivatie om direct op pad te gaan, om eens te kijken wat her en der wordt gezegd en verteld over de Bineke Bolders. En ik had de intentie om natuurlijk een pleidooi te houden voor onze senioren. Want jullie weten allemaal, er is ontzettend veel behoefte aan seniorenbouw. Lokaal, interlokaal, regionaal, landelijk is er volop aandacht en er moet seniorenbouw gepleegd worden. Mijn naam is Dion Dankers, ik ben wethouder in de gemeente Oosterwijk. Afgelopen donderdag tijdens de raadsontmoeting wilde ik ophalen van de raad richting wat we met het schoolgebouw Bineke Bolders zouden moeten gaan doen. Zoals jullie wellicht weten is er al een aardig traject doorlopen met diverse projectontwikkelaars waar we helaas niet mee tot een overeenstemming konden komen. Aangezien dat het gebouw al 2,5 jaar leeg staat, wordt het nu toch eens echt tijd dat er iets gaat gebeuren. We hebben 3 scenario's voorgelegd en ik denk dat we een goede richting hebben meegekregen om een vervolgstap te kunnen zetten. Mijn naam is Wil Oerdemans en ik ben voorzitter van de dorpsraad Moergestel. En we hebben als dorpsraad het motto leefbaarheid hoog in het vaandel. Daar bent u intussen wel op de hoogte. En een aantal weken geleden hebben we aan de gemeenteraad en aan het college, maar ook aan de woningstichting een brief gestuurd. Met daarin onze zorgen over de ontwikkeling van de woningbouw en met name betaalbare woningen voor jongeren. En we hebben van de woningstichting antwoord gekregen over het aantal jongeren wat ingeschreven staat, over welke leeftijdsgroepen het gaat. Maar opmerking in de brief was dat er voor de komende jaren, wat betreft de woningbouwvereniging of wat betreft de woningbouwstichting, er geen nieuwe plannen op de rol staan. En als ze er al zijn, dan gaat het om seniorenwoningen met een zorgcomponent. Wij als dorpsraad hebben ons op de avond van 31 januari, donderdagavond, hard gemaakt om lans te breken voor de jongeren. Voor de jongeren van Moergestel die bijna niet in aanmerking komen voor een betaalbare woning. En dan heb ik het over betaalbare koop en betaalbare huur. En het terrein rondom de Bineke Bolders en de Bineke Bolders zelf is eigendom van de gemeente. En het leek ons een uitgelezen kans om van deze mogelijkheid gebruik te maken om te kijken of er van de Bineke Bolders, en dan willen we graag het gebouw in stand houden, of we daar geen geschikte woonruimte kunnen maken voor starters en voor jonge mensen. Voor de leefbaarheid van Moergestel vind ik het wel belangrijk dat er jonge mensen in Moergestel zich blijven huisvesten. Denk aan het verenigingsleven, denk aan voorzieningen, denk aan scholen. Het is van belang dat de balans die in Moergestel de opbouw van de bewoners, de leeftijdsopbouw, dat er meer balans in komt. En die balans die is er op dit moment onvoldoende, dus wij opteren voor bouwen voor jongeren. Dat is in ieder geval duidelijk, dus van harte welkom Wil en Dion en uiteraard ook Henk. De deugd in het midden, maar we missen eigenlijk nog een vierde persoon aan de tafel en dat zou natuurlijk Henny Verschoten moeten zijn. Henny heeft ons laten weten dat ze niet aan tafel gaat zitten op grond van het feit dat ze heel erg teleurgesteld was in de uitkomst van de avond, omdat naar de mening van Weekendkunst het pleit eigenlijk al beslecht was en ik probeer nu aan te geven wat haar woorden waren. Het kwam er dan vooral op neer dat ze zei, ik heb eigenlijk de indruk dat het serieus ontwikkelen van Moergestel Oost, de hele tekening, dat niet gaat gebeuren. Dat we nu vooral bezig zijn over de Bineke Bolders. Misschien is het goed, Dion, als jij aan kunt geven. Is het ook zo? Is de beslissing al helemaal gevallen? Nou ja, dat hebben we denk ik die donderdagavond gehoord van de raad zelf. Men wil in grote lijnen het gebouw overeind houden, maar men wil vooral naar starters en seniorenwoningen kijken. Ja. En dat is een andere invulling dan die mevrouw van Schoten wil. Ja. Henk, je hebt nadrukkelijk een lans gebroken voor de senioren. Heb je nou ook het idee na het eind van de avond, hè, dus na die raadszitting daar, dat je ook het idee had van nou, er wordt in ieder geval meer aandacht aan de senioren gegeven dan dat er in de oorspronkelijke plannen zat? Ja, in eerste instantie niet, want ik was
in eerste instantie toch wel een beetje verbolgen over het feit dat er totaal geen aandacht aan geschonken was. Nou heb ik in de loop van de avond her en der wel stemmen gehoord die wel degelijk ons willen benaderen en ons, voor ons senioren ook enigszins tegemoet willen komen in de bouw. En daar ben ik op zich wel blij mee. Ja. Wat niet wegneemt dat het voor mijn gevoel destijds al, en dan heb ik het over 2 jaar terug, ook al in de pen zat om, om een seniorenbouw te plegen op die locatie. En ik voel nu wel een stukje bevestiging dat er in ieder geval degelijk rekening mee wordt gehouden. Precies. Nou, dan ga ik van jongere ouderen naar oudere jongeren. Wil, hoe ben jij teruggekomen na de raad, na de bijeenkomst? Nou, ik ben daar wel met een positief gevoel vandaan gekomen. Kijk, onze insteek was bouw voor jongeren. Dat kan op de plek van de Bieneke Bolders, dat ligt nu voor. Maar Moerest is groter en er wordt in de toekomst zeker vast nog op andere plekken gebouwd. Maar we zien gewoon in Moergestel een ontwikkeling dat steeds meer jongeren Moergestel verlaten. En dat we steeds minder jongeren in Moergestel krijgen. En ik hoorde Henk zeggen 1400 ouderen boven de 65. Dat klopt. Maar als je naar de groep kijkt tussen de 15 en de 25, dan zijn er 700. Dus laten er nou eens 400 zijn tussen de 20 en de 25. En die balans, daar zijn wij hebben we naar gekeken. Die begint toch wel enigszins, die is scheef en het zou heel goed zijn. En daar hebben we de raad van proberen te overtuigen om nu op deze locatie, waarbij de grond in handen is van de gemeente en waar de gemeente aan zet is, om nou gebruik te maken van de mogelijkheid om iets voor jongeren te doen. Het is nu of nooit, zeg jij in feite? Het is in ieder geval nu, of het dan nooit is, weet ik niet. Nee. Zover wil ik niet gaan, maar nu kan het. En nu hebben we de gelegenheid en nu is er de mogelijkheid. Dus dan zeg ik, nu doen. De raad is eigenaar van Bieneke Bolders. Is de raad ook eigenaar van de grond tegenover de Bieneke Bolders? Dus het hele vlak tot aan... Dus op zich is de mogelijkheid die de raad nog heeft, is groter dan alleen de Bieneke Bolders. Ja, het is tot aan de Reuzel. Ja, precies. Ja. Dus daar zou nog ruimte zijn. Ja. Nou, zijn we natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat de Moergestelse bevolking zelf van het verhaal vond. Want we hebben natuurlijk partijen die zich graag inzetten voor zowel jongeren als voor senioren. Maar we wilden ook graag even weten wat onze bewoners zelf ervan vonden. En dat betekent dat we ons roemruchte team Adrie en Jan de straat opstuurden om straatpraat te houden en eens te kijken wat er in Moergestel leeft. Voor wie moet er gebouwd worden bij de Bieneke Bolders? Ik zou zeggen voor starters. Wij hebben in ons dorp een tekort aan jongeren. We merken dat binnen de verenigingen, de scholen zijn natuurlijk ook kleiner geworden. Hè? Het is natuurlijk wel een brede school, maar vroeger hadden we wel 3 scholen. En ja, ik vind starters hebben hier heel weinig kans. En dan vind ik het heel erg goed als er meer aandacht voor geschonken wordt. En dat zou beter zijn in plaats van dat de gemeente gaat kijken van hoe kunnen we het meeste geld maken van grond voor de gemeente. Snap het wel, hè? Uit commercieel oogpunt misschien. Maar starters is wel heel erg belangrijk, want het is de toekomst. Dus ik denk dat daar voor gebouwd moet worden. Dat is belangrijk. Oh, ik denk sowieso eerst beginnen voor de jeugd, maar dan nog wel even een concept erachter. Dat ze niet meer durven kopen met een berg winst en dan, dat ze eerst moeten opbouwen. En de volgende generatie kunnen dat dan overnemen. Want anders blijft er niks voor die kerstse jeugd. Dan wordt het alleen maar duurder en dan kunnen ze niet betalen. Hè? Voor de jeugd, sowieso. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de jeugd in Gerst kan blijven wonen. Dat ze niet te ver wegtrekken. En de senioren toch ook wel, denk ik. Senioren en jeugd. Ja, en als er ertussen zit, vent wel iets. Maar vooral senioren en de jeugd. Ja. Alleen door de bouw moet blijven staan. Want anders hebben we niks meer. Alles wordt afgebroken. En daar zou ik appartement in maken voor bejaarden. Dat zou ik doen. En of appartementen voor die pas beginnen voor een huur van 500 tot 700 euro. En dat kan makkelijk. Want als ze de huursubsidie rechtstreeks naar de huurder sturen, dan hoeft de huur echt niet hoger te zijn dan 500 euro. Ik zou zeggen, bouw vooral betaalbare woningen. Dan komt er misschien nog eens een keer iets van doorstroming. Dus als het mijn vraag is, zou ik zeggen voor de jeugd. Gewoon betaalbare starterswoningen. Ik zou zeggen voor de jeugd en de beginnende woningzoekers. Want die hebben nou niet heel veel woningen tegenwoordig op de markt. Dus die kunnen het wel gebruiken, denk ik.
Ik vind voor de beginners, de starters, dat vind ik. Want het is echt hard nodig hier in Moergestel. Je kunt hier niks vinden in Moergestel dat voor een starter haalbaar is. En dan vind ik dat dat eens een keer moet gebeuren. Als er iemand gebouwd zou moeten worden, denk ik wel voor de jeugd. Dat we die in Moergestel houden. Een leuk betaalbare woning, dat ze gewoon lekker hier kunnen blijven. Nou, ik denk voor jongere stellen. Volgens mij zijn er best wel veel mensen die in Moergestel willen wonen, willen blijven wonen vooral. En ik geloof niet dat er heel veel gelegenheden zijn voor die jongere stellen. Ik zou het wel mooi vinden als daar wat voor gebouwd gaat worden. Betaalbare woningen voor jongere stellen, dat de jeugd ook in Moergestel kan blijven. Dat lijkt mij wel goed. Ja, voor ons en voor niemand anders. Eigenlijk gewoon voor de jeugd. En voor ons moet eigenlijk gebouwd worden. Moet het gebouw blijven staan? Voor mij niet. Het heeft voor mij geen waarde. Ik vind, natuurlijk kun je zeggen van, vroeger was dat de Boszichtschool. En voor heel veel mensen heeft dat een bepaalde emotionele waarde. Ik kan het me voorstellen, maar het is geen monument. En moet je dan alles maar proberen te bewaren omdat het vroeger een bepaalde functie heeft gehad? Ik denk het niet. Ik denk dat je beter kunt zeggen, hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk indelen dat starters een mooie plaats krijgen in Moergestel. Nee, ik zou daar gewoon, misschien kunnen we bieden Bolders wel appartementen maken voor de jeugd. En dat ze daar kunnen starten en dan langzaam door kunnen gaan. En dan multifunctioneel maken. In eerste instantie zou ik zeggen handhaven. Omdat het toch best wel een mooi gebouw is ook. Ik denk ook een hele goede bouw. Ik zou ervoor zijn, ik weet niet of dat te verwezenlijken is. Maar in het bestaande gebouw appartementen realiseren. Ja. Als het bestaand kan blijven, dan is dat zeker een goede optie. Maar ik denk wel dat het lastig is. Ja. Dus ik zou het wel begrijpen als het weggaat. Nou, als het kan. Het gebouw slopen. Starterswoningen of appartementen voor starters neerzetten. Dan denk ik dat de jeugd in Moergestel heel erg mee geholpen is. Want we komen er hier veel aan tekort. Dat zou wel het mooiste zijn, ja. Als het hetzelfde pand kan blijven en intern gewoon de wanden eruit mikken en... Dat zou het mooiste zijn, ja. Ja, ik vraag me af of je daar binnen dan wel iets van zou kunnen maken. Dat weet ik niet, maar ja, dat is mij eigenlijk wel om het even. Nou, dat was een vrij helder verhaal, denk ik. Ik denk dat Wil wel tevreden zal zijn dat zijn dorpsraad goed gepeild heeft. Maar goed, jullie insteek was ook zo. Dion... De opdracht, als je het zo zou mogen zien als de afspiegeling van wat Moergestel wil, dan is het, denk ik, als ik het heel vrij vertaal, als het kan, het gebouw laten staan. En in ieder geval gaan bouwen voor starters. En ik hoorde het woord heel duidelijk doorstroming, want ik denk dat je bij doorstroming wel alle kanten op kunt. Als je zoiets hoort en je hoort die bevolking, heb je dan ook het idee dat dit ook een weerspiegeling is van wat er bij de gemeenteraad leeft? Dat denk ik wel, ja. Je hebt het over doorstroming en dan denk ik, en mensen zeiden ook van zorg dat je niet iets bouwt wat vervolgens door jongeren dan weer doorverkocht wordt voor veel winst. Als je wat kleiner bouwt, dan kun je ook die doorstroming garanderen en dat ze niet met een hoge winst verkocht worden. Voor wat betreft het gebouw zelf, wij gaan nu onderzoeken om het gebouw te laten staan en dat ze, daarnaast gaan we een kaders stellen waaraan wij vinden dat het moet voldoen, dat het neergelegd wordt in de markt, zodat we kunnen voldoen aan wat de heren links en rechts naast mij zeggen, maar ook wat de Moergestelse gemeenschap zegt. Ja, maar een van de onderdelen waar wel volgens mij een bottleneck zat in het verhaal van het behouden van de Bieneke Bolders was het gasloos maken. En ja. Er is volgens mij geen enkele partij in Moergestel die gezegd heeft, nou, dat zou toch prachtig zijn als dat gebouw niet meer aan de gasleiding hangt. Nee, wij moeten die kaders die we eerder gesteld hadden, die moeten we wel bijstellen. Absoluut. Okay, prima. Henk, nou zien we ook veel ontwikkeling in de markt, hè, om het allemaal bij de markt te houden. We zien ook veel meer dat je misschien los moet laten dat rigoureuze of voor senioren bouwen of voor junioren bouwen. Maar dat je eigenlijk ook naar een situatie zou moeten waarbij er misschien juist wel bewuster gemixt wordt. Hoe zou je daar tegenover staan? Een tussenoplossing. Ja. Maar de tendens is, en landelijk ook gezien, en met name om het feit dat er steeds
wel gebouwd wordt, maar onvoldoende. Ja. Je zou dus ook met name richting het feit dat ouderen steeds meer zorg nodig hebben. En die combinatie van wonen en zorg op zich, daar zouden natuurlijk de jongeren ook een plaats in kunnen verwerven. Hè? Ja. En dan heb ik het over clusters van woningen. Dan heb ik het over, bijvoorbeeld. Tegenwoordig zijn er ook systemen van, dat heet dan kangaroo wonen. Beneden zitten dan de senioren, boven zitten de starters. Ja. En in contract of in samenwerking leveren ze wat hand- en spandiensten naar de ouderen. Ja. Dus in die categorie, in dat model, in die formule, zie ik ook wat toekomst. Wil, als we een gebouw als de Bienekebolder zouden pakken, als voorbeeldgebouw. Ja, het zou kunnen. Nou, we hebben op de Bienekebolder natuurlijk niet zo heel veel weg te geven als het gaat om appartement of woningbouw. Ik wil toch opmerken dat voor senioren, zeker met de zorgcomponent, er in Moeresel allerlei initiatieven zijn die van de grond komen of al van de grond gekomen zijn. En voor de jongeren hebben wij niks. Nee, als je realistisch kijkt, en je kijkt op Funda bijvoorbeeld, hè, om gewoon maar eens te kijken van waar begint de markt in Moeresel. Die begint volgens mij uit mijn blote hoofd ergens rond de €250.000 vrije markt. Daar gaat geen jongeren kunnen kopen. Nee, er gaat geen jongeren kunnen kopen. En er zijn al een aantal ontwikkelingen. Daarmee ontken ik niet de problemen die er zijn met de senioren. Hè? Nee. Want dat is ook een landelijk probleem. Ik ben de eerste die het zal erkennen. Maar dit is van een zodanig omvang. Dat ik zeg van, kijk, een combinatie kan zijn, maar dan leveren we alle twee in. Dan levert en de senioren in en dan leveren de jongeren in. Er komen nog een aantal plannen voor de toekomst. Dus ik zou zeggen, inzetten op jongeren. Maar we sluiten natuurlijk senioren niet uit. We moeten het wel met elkaar doen. Dion, zou het een oplossing zijn als we er gewoon nog even een tweede Stanislaus bij bouwen? Om even heel rigoureus te denken van op het moment dat je zegt, hè, de combinatie van ouderen en zorg. De behoefte is groot in de markt. Henk weerspiegelt ook heel terecht, denk ik, het feit dat die behoefte alleen maar zal groeien. Lijststromen alleen, ik weet niet of ze het kunnen, maar bij wijze van spreken, je ziet dat daar gaat een tekort ontstaan als het er nu al niet is. Dus moet je dan als gemeente ook niet gaan nadenken over, ja, daar moet als bij wijze van spreken een tweede Stanislaus bij zou komen, krijg je ook automatisch een doorgroei in je dorp. Je overvalt me een beetje met deze vraag. Ja, ben ik dol. Ik weet het niet of dat een oplossing is. Vanuit de overheid worden we nog steeds allemaal gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te wonen. Want dat is dan goedkoper, stelt men. En voor de overheid, ja, dat klopt. Volgens mij zijn we er inmiddels achter gekomen dat dat niet zo is. Ja. Wat dan de oplossing is, ik weet het niet. Nee. Wat ik wel weet is dat Moeresel zowel starterswoningen als seniorenwoningen nodig heeft. Ja. En dan pak ik hem toch weer even graag terug naar de Bienekebolders. Ja. Daar liggen kansen, maar ik wil daar ook. We hebben eerder met projectontwikkelaars is het niet gelukt. Mm-hmm. Ik hoop dat het met het aanpassen van de kaders het wel gaat lukken. Ja. Maar mocht dat nou niet zo zijn, dan moeten we ook heel eerlijk zijn dat we een andere keuze gaan maken. En dat dan toch uiteindelijk ten koste zal gaan van het gebouw. Maar we gaan het in ieder geval een poging wagen. Ja, precies. Maar het verhaal, want ik denk dat daar mensen ook veel van schrokken toen vorige week donderdag een presentatie kwam. Kwam ook het verhaal met name naar boven ook van oké, we hebben drie scenario's. En toen ging het over het geld wat het op zou brengen. Ik kan me niet voorstellen dat het uitgangspunt van de raad is van hoe kunnen we de opbrengsten maximaliseren. Ik denk dat als het goed is de raad toch zich in eerste instantie bezig zal houden met wat is de behoefte in Moeresel. Absoluut. Dat doen ze zeker. Voor ons was het vooral, je legt daar drie scenario's neer en niet dat die drie scenario's het moeten worden, maar dat je richting geeft aan de discussie. Ja. Ik wilde ophalen uit de raad, uit de inwoners die er waren, welke richting dat we in moeten. En daar had best een vierde scenario uit kunnen komen, mm-hmm. Dat was in dit geval niet. Ze hebben nou, denk ik, een ieder heel duidelijk aangegeven waar we mee aan de slag moeten. Ja, precies. En er is natuurlijk nog, want op zich heeft Wildaar wel een terecht punt voor gebruikt om te zeggen, hier ben je aan zet, hier ben je als gemeente-eigenaar. Dat geldt ook aan de overkant van de straat, daar ben je ook als gemeente-eigenaar. Dat geldt minder voor de pastorie, dat geldt misschien minder voor de omgeving die daar zit. Want dan heb je al vaak te maken met de vrije jongens in de markt als die als eerste toeslaan. Dus dat betekent ook dat je invulling van de vrije markt misschien wel uiteindelijk komt
daaruit. Dus je moet als gemeente dan daar heel erg op in gaan zetten. Ja, we zullen richting moeten geven. Ja. Ja. Ik denk dat er dan toch wel een leuke opdracht ligt voor de gemeente. Kijk, het begint allemaal, dat is ook gezegd, het begint met een stukje behoeftepeiling. Wij hebben als SVM een behoeftepeiling gedaan binnen onze eigen leden. Mm-hmm. En daar zijn een aantal dingen uit voortgerold, zoals wij willen graag doorstromen. Ja. Wij willen graag kleiner gaan wonen. Wij willen graag kopen en huren, mm-hmm. want die evenwicht lag er op 50%. Mm-hmm. En dan denk ik, dit is een hele beperkte behoeftepeiling geweest. Alleen binnen onze eigen leden. Ik denk wanneer de gemeente, de ambtenarij, de politiek in feite eens een keer een bredere behoeftepeiling gaat doen. Ja. En dan heb ik het over inderdaad die vragen die ik ook gemeld heb binnen onze eigen enquête. Breed uitzetten over de totale bevolking. Nou, ik vind het een goede vraag en ik wil hem heel graag aan Wil voorleggen. Want Wil, jij wilt als dorpsraad graag de afspiegeling zijn van de Moergestelse gemeenschap. Heb jij ideeën over hoe je dat zou kunnen gaan doen? Want ik snap wel dat je het nu niet meteen huppakee uit de binnenzak kunt trekken. Maar er moet voor jullie toch ook een idee leven hoe je dat zou willen doen? Ja, nou ja, wat wij gaan doen, en daar hebben we de eerste stappen voor gezet. De afgelopen donderdag een stuk in Moergestel Nieuws staan met ook daarin een opgenomen oproep. En meld je vooral aan bij dorpsraad en denk mee. We gaan in maart, daar gaan we het zo meteen over hebben, we proberen in maart een avond te organiseren voor de Moergestelnaar in de Bogaard, waar op de agenda staat woningbouw. Mm-hmm. Dat is één. Ja. Het idee van Henk was de peiling. Wat zou je met de peiling is helemaal niks mis mee. Het sluit aan bij de opmerking die ik gemaakt heb in de vergadering die na deze bijeenkomst was. Waar gezegd heb, je moet wel de balans kiezen. Je moet zorgen dat er balans is in de bouw, maar je moet wel kiezen voor de doelgroepen die het nodig hebben. Mm-hmm. Je gaat niet zomaar een aantal woningen in Moergestel bouwen en we zien wel waar het schip strandt. Maar je moet wel kijken, waar is nou de behoefte aan? Waar ligt de grootste behoefte? En daar moet je voor gaan bouwen. Dus op zich is aan zo'n peiling helemaal niks mis mee. Nou, de grootste behoefte aan de grotere behoeftes. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, er is maar één winnaar. En dat puzzelt mij veel meer. Mm-hmm. Kijk, zo'n seniorenvereniging. Die hebben een database met senioren en die kunnen ze gericht aanmelden. Voor jongeren is dat een stuk lastiger. Daarom zit ik hier en niet een aantal jongeren. Jongeren zijn niet verenigd. Jongeren hebben niet één podium waar ze terecht kunnen. Ik hoop dat de dorpsraad er iets in kan betekenen natuurlijk. Dat zou heel mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar het is wel lastig om die doelgroep te bereiken. En dan zou ik ook wel willen dat iedereen vanaf, ik noem maar een dwarsstraat de 18, ook daadwerkelijk benaderd wordt met de vraag. Hoe staan jullie erin? En dan zou inderdaad de gemeente wel een rol kunnen spelen, want die hebben die gegevens wel. Oké, nou dat lijkt me een hele mooie opdracht. Want ik denk als we hem helemaal plat slaan, dat het duidelijk is dat er sowieso niet één behoefte leeft in Moergestel. Behalve als je dan naar straatpraat kijkt, want dan denk je dat het alleen om jongeren gaat. Ik denk dat het voor alle partijen duidelijk is dat de doorstroming heel erg belangrijk is. En wil je doorstromen, ja, als er aan de onderkant iets bij wil komen, dan moet je voor gaan bouwen. Maar als je aan de bovenkant doorstroming wilt gaan hebben, dan moeten die senioren mogelijkheden hebben om ook van groter wonen naar kleiner wonen te gaan. Zodat de middengroep door kan schuiven naar die grote woningen, zodat je ook ruimte krijgt voor die starters. Dat zul je in de bestaande bouw misschien minder krijgen. Daar zul je dus echt voor nieuw voor moeten gaan bouwen. Dat denk ik wel. En daar is Dion voor aan zet. Volgens mij hebben we hem in ieder geval even in een hele korte klap samengepakt. En ik denk dat we het hierbij laten. Het zal ongetwijfeld nog vervolgd worden, want er zullen nog heel veel discussies plaats gaan vinden. En wij zullen daar proberen de vinger aan de pols te houden. Als er ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat uiteraard ook van ons. En desnoods nodigen we jullie gewoon graag nog een keer uit, want dit is een verhaal wat niet zomaar afgelopen is. Het leeft in Moergestel, het speelt in Moergestel. En dus moeten we regelmatig horen, zien en vooral meepraten. Fijne avond.